De machtigste politieke partij in Iran, de IRP, heeft bij een bomaanslag zijn voornaamste leiders verloren, onder wie voorzitter Beheshti. In Luxemburg vergaderen regeringsleiders van de 9 lidstaten van de Europese gemeenschap over onder meer de bestrijding van werkloosheid en inflatie. Minister van Ardennen heeft de stuurgroep Brede Maatschappelijke Discussie Energiebeleid officieel geïnstalleerd, die over 2 jaar verslag moet uitbrengen. Goedenavond, puinhoop is er overgebleven in Iran, in de hoofdstad Teheran, van het hoofdkwartier van de IRP, de Islamitische Republikeinse Partij, de machtigste van Iran. Een enorme bomontploffing is de oorzaak. 69 leden van de partijtop zijn omgekomen. De voorzitter, ministers, onderministers, parlementsleden. De belangrijkste, de machtigste man onder hen was partijleider Ayatollah Beheshti, tevens voorzitter van het Iraanse Hooggerechtshof en lid van de presidentiële raad. Hij werd beschouwd als de machtigste man van Iran na de imam Khomeini. Khomeini heeft voor hem vandaag direct een opvolger benoemd, de openbare aanklager Ardebili. En hij heeft premier Rajai bevolen zo gauw mogelijk te zorgen voor opvolgers voor de omgekomen ministers en parlementsleden. Rajai zelf en parlementsvoorzitter Rafsanjani hebben de bomaanslag overleefd, omdat ze net een paar minuten voor de ontploffing het gebouw hadden verlaten. Van het IRP-hoofdkwartier bleef een ruïne over, waarin urenlang, soms met de blote handen, is gegraven op zoek naar slachtoffers en overlevenden. 69 doden zijn geborgen en ongeveer 30 overlevenden liggen in het ziekenhuis. Omstreeks 100 leden van de partijtop hielden in het gebouw een vergadering toen de bom ontplofte. Volgens sommige berichten in een prullenbak, volgens andere in een aangrenzend gebouw. Hoe het dus is gebeurd en ook wie het deed, dat is nog allemaal onzeker, onbekend. Officieel wordt de schuld gegeven aan agenten van de grote Satan, waarmee Amerika wordt bedoeld, en aan de vijanden van de revolutie, de huichelaars, waarmee linkse oppositiegroepen in Iran worden bedoeld. Sinds een week geleden Bani Sadr als president is afgezet, is de spanning in Iran toegenomen. Er waren straatgevechten en bomaanslagen. Tientallen tegenstanders van het bewind van de geestelijken zijn geëxecuteerd, afgelopen nacht 11 mensen. De nog steeds spoorloos zijnde Bani Sadr is niet schuldig verklaard aan de bomaanslag van gisteren tegen de IRP. Hij had er de middelen niet voor, zei regeringswoordvoerder Nabavi, die vandaag gewoon zijn wekelijkse persconferentie hield. Regeringsleiders van de 9 lidstaten van de Europese gemeenschap zijn vandaag in Luxemburg begonnen aan een 2-daagse topconferentie. Ze zullen er onder meer spreken over een gezamenlijke politiek ter bestrijding van werkloosheid en inflatie. Onze Europa-correspondent Joop van Os belicht vanuit Luxemburg de discussies die de Europese regeringsleiders de komende dagen zullen voeren. Voor die discussie liggen er een aantal stukken op tafel die de toekomst van de gemeenschap kunnen gaan bepalen. Bijvoorbeeld een kritisch stuk van de Europese Commissie, het dagelijks bestuur, waarin onder andere gezegd wordt dat de economische prestaties van Europa beneden de maat blijven en dat sommige landen als België, Italië, Denemarken en Ierland te weinig bezuinigen om hun begrotingstekorten weg te werken. Van de nieuwe Franse president Mitterrand wordt hier enig sociaal vuurwerk verwacht, nu de Franse socialistische regering voorstander blijkt te zijn om binnen de EEG een nieuwe sociale ruimte te scheppen, waarin de werkgelegenheid tenminste evenveel voorrang moet hebben als de inflatiebestrijding. De Europese vakbeweging, de EVV, is vandaag ook met enige duizenden demonstranten hier in Luxemburg aanwezig om met hun Nederlandse voorzitter Kok hun plan voor te leggen dat onder andere meer investeringen wil van de regeringen om de werkgelegenheid te verbeteren, openbare investeringen dus, meer hulp ook voor de arme landen als toekomstige afzetgebied voor de Europese industrie en een algemene Europese werktijdverkorting. In dit verband is ook het voorstel van de Europese Commissie Thorn van belang, dat de sanering van de EEG inhoudt door meer uitgaven voor de arme gebieden in Europa en een uitbreiding van het sociale fonds. Minister van Ardennen heeft in Den Haag de stuurgroep Maatschappelijke Discussie Energiebeleid geïnstalleerd. Voorzitter is meester De Brouw, leden onder andere professor Kubben, mevrouw Terwee, rechter in Haarlem en het oud-Kamerlid Leo Jansen.
Zowel voor- als tegenstanders van kernenergie maken deel uit van de stuurgroep. Minister Van Ardenne noemde de kritiek die op de brede maatschappelijke discussie is gekomen, maar die weegt naar zijn idee niet op tegen de betekenis van zo'n brede oriëntering. En vroeg de heer De Brouw wat zijn positie is als een nieuw kabinet van kernenergie zou afzien. Het hangt er vanaf hoe het nee is geformuleerd. Als het een principieel nee is voor nu en voor altijd, bij wijze van spreken, dan zullen we toch een verandering in onze taakstelling moeten zien aangebracht worden. Indien het nee alleen maar betreft stilleggen van de kerncentrales zolang als de BMD aan de gang is, dan is er niets aan de hand. Onze taakstelling is om vast te stellen hoe het energieplaatje eruit moet zien rond het jaar 2000. Als je nee zegt tegen de ene energiebron, wat doe je dan met de andere energiebronnen? Dat is een afwegingsproces. En vanuit dat behoeftepatroon wat we dan zullen vaststellen en vanuit de mogelijkheden die er dan zijn om het hele plaatje in te vullen, zullen we dan terug redeneren naar of een nul situatie of naar een anderhalf kerncentrale situatie zoals we die nu hebben. Dus dat kunnen we heel goed volbrengen. De stuurgroep moet binnen 2 jaar verslag uitbrengen over de oriëntatie in de maatschappij. Een pak koffie van een half pond wordt aanstaande woensdag 19 cent duurder. De prijs van goedkopere koffiesoorten gaat met 13 cent per pak omhoog. Die prijsverhoging vloeit voort uit de gestegen wisselkoers van de dollar in het laatste half jaar. Volgens de Vereniging van Koffiebranders stijgen de kosten van die duurdere wisselkoers veruit boven de prijsverlaging van de laatste 4 weken op de internationale koffiemarkt. Koffieimporteurs verkeren in grote onzekerheid over de prijsontwikkeling de komende tijd. Dat heeft te maken met het aflopen van de internationale koffieovereenkomst in september. Het is dus nog niet te zeggen of de 19 cent prijsverhoging van woensdag spoedig zal worden gevolgd door een prijsverlaging. Ons systeem van inkomstenbelasting zal ingrijpend moeten worden veranderd. Minister Van der Steen van Financiën heeft dat vandaag gezegd op een spreekbeurt in Breda. Volgens de minister zullen veel aftrekposten worden afgeschaft en zal de extra belastingopbrengst die daarvan het gevolg is worden gebruikt voor verlaging van de inkomstenbelasting. Verder wordt er gedacht aan een verzwaring van de indirecte belastingen en aan een verschuiving van de inkomstenbelasting naar de onroerend goedbelasting. Binnenkort zal de regering een nota publiceren over veranderingen in de loon- en inkomstenbelasting. De Chinese partijleider Hua Guofeng is vandaag afgetreden nadat hij was gecritiseerd wegens linkse dwalingen. Zijn opvolger is Hu Yaobang, een medestander van Deng Xiaoping, de grote man achter de moderniseringen in China. Hua Guofeng volgde ruim 4 jaar geleden Mao Zedong op, die hem zelf als opvolger zou hebben aangewezen. Zijn invloed nam af tegelijk met die van Mao zelf. De laatste maanden werd hij nauwelijks meer in het openbaar gezien. Maar hij heeft wel een functie behouden als een van de vicevoorzitters van de partij. De wisseling in de partijtop werd vandaag bekrachtigd door het Centraal Partijcomité. De positie van Deng Xiaoping, die hier zijn stem uitbrengt, is verder versterkt omdat hij werd benoemd tot voorzitter van de militaire commissie. Het Centraal Partijcomité vergrootte hiermee de invloed van Deng in de Chinese strijdkrachten. De televisie in China besteedde vanavond uitvoerig aandacht aan deze benoemingen. De afgetreden partijvoorzitter Hua Guofeng kwam daarbij ook uitvoerig in beeld zittend naast zijn grote rivaal Deng. Samen met de andere leiders applaudisseren ze langdurig bij een toespraak van de nieuwe partijleider Hu Yaobang. Die heeft de naam een van de meest hervormingsgezinde leiders in China te zijn. Tegen buitenlandse journalisten zei hij vorig jaar dat de denkbeelden van Mao Zedong nu niet meer bruikbaar zijn. De afgelopen maanden is de leiding van de partij praktisch al in handen geweest van Hu Yaobang. Op deze zitting van het Centraal Partijcomité is verder een document goedgekeurd waarin de officiële visie is vastgelegd op de ontwikkelingen in de partij sinds Mao. Dit document zal vermoedelijk de komende dagen worden gepubliceerd. De weersverwachting van het KNMI tot morgenavond. Af en toe zon en tot de avond droog. Minimumtemperatuur omstreeks 11 graden. Middagtemperatuur van 13 graden aan zee tot 16 in het oosten van het land. Tot matig of vrij krachtig toenemende westelijke wind. De vooruitzichten voor woensdag tot en met zaterdag. Periode met regen afgewisseld door opklaringen. Middagtemperatuur ongeveer 18 graden. Einde van dit journaal. Goedenavond.
Thank you.